Welkom bij deze tweede uitzending van 22 jaar Ton Praten in Helvoort. Op de eerste plaats de allerbeste wensen voor 1999. Als u de vorige uitzending gezien hebt, dan weet u ongeveer wat u kunt verwachten. Maar als u de vorige keer niet gekeken hebt, wil ik toch nog even herhalen wat we de vorige keer gedaan hebben en wat we deze keer ook zullen doen. We gaan u fragmenten laten zien van 22 jaar Ton Praat in Helvoort. Want aanstaande dit jaar, 1999, zal voor de 22e jaar Ton Praat in Helvoort worden gehouden. Als u getuige bent geweest in de zaal van de Ton Praten, dan weet u nog van een aantal jaren hoe dat was. Dat is nooit uitgezonden. U hebt het nooit op tv kunnen zien. En het comité Ton Praten Helvoort heeft gemeend om in het kader van dit lustrum 22 jaar Ton Praten u toch in deze vorm nog eens na te laten genieten van het prachtige Ton Praten dat we de afgelopen 21 jaar in Helvoort hebben gehad. We gaan dat doen, of ik ga dat doen met een aantal gasten. Die zitten hier aan tafel. Heren, welkom. Naast mij zit, die behoeft nauwelijks introductie, Huub Poels. Zeer lang actief al als tonprater, meerdere malen winnaar. Daarnaast zit Toon van der Zanden, ook al heel lang actief als tonprater, als toneelmeester, als man achter de schermen. Ook een paar keer winnaar geweest, hè, Toon? Een paar keer. Ja. Een paar keer. En Kees van Adem. Sommige mensen die nog niet zo lang naar Ton Praten gaan kijken, die weten niet dat hij ook wel eens in de Ton heeft gestaan. Vroeger, Ja, vroeger wel. Maar veel meer bekend als grappig element bij de trio's. Kees, zo mag ik dat wel zeggen. Dat is goed genoeg. Ja. We gaan er dadelijk uitgebreid over praten, heren. We gaan, al een beetje als opwarmertje, gaan we even kijken naar een paar scènes uit het verleden. We gaan kijken naar Ellen Langenslag als rode rakker van de Bachman. Dat was in 1988. Piet Vermeer als Travis Piet in 1995. Riek Pijnenburg als Trui Mulk in 1987. Kees van Hattem, hey Kees, hier zit erin, in de eerste blok. Ja. Kees van Hattem als wielrenner, 1983. En Anja van Beurden, afgelopen jaar als Trieneke, 1998. Veel plezier. En wij begonnen bij een upsellingbureau. Als tandartsassistent. Bij Mike van den Berg. Hier. Zijn eigenste assistent ging mee op vakantie. En toen mocht ik invallen. Het allereerste werd ik tegen mensen. Maar vrouwke, we hebben geen voor op de taalveur in een bek staan. En broer, je hebt iedere een eigen bromscooter gekocht. Want ze zijn er zwanger nemen. De toekomstige oma en opa. Ja, zie je ook, hè? Maar ik heb nog nooit op zijn ding gereden. Ach, zie broer, als ze geven is ze hosser. Wat zijn die broer? Graag de deur over de Martini was. Ik weet niet of dat jullie weten waar die is. En er stond een paar van die hekken. En moeten dan overspringen. Of hoe wij ze erin zien te brengen. Nou, ik zei maar zo even sprongen. Met een dijkje weten. Ik mag me dat alles maar. Maar ik durf de niks te zeggen. Want dan zou je bord dat je er niet meer bronnen. Nou, en toen we zo een paar kolkjes beklommen hadden. Toen hoorde ik wel van mijn fietsmater, die voor het aardig mij reed, want ik had ze ondertussen ingehaald ook, dat het niet meeviel in mijn broek vol nattigheid te koersen. Kijk, daar had ik nog helemaal geen laars van, want ik had onderwege van 10 schubbels een grote labiefstuk gehad. Die had ik aardig in mijn broek geleid en ik kan jullie wel vertellen dat daar nog eens fijn fietst met zijn ding onder de wal, onder de krent. Nou. Toen we s'avonds in het hotel aankwamen, toen we uitgefietst waren, toen ben ik eerst met de keuken ingekuild. Ik heb die labiefstuk achter uit mijn broek getrokken. Ik zeg, kok bakte maar, dat heeft hij toen gedaan. Nou, en daar hebben wij met z'n allen heerlijk van gegeten.
er is volgens mij ook in heel Frankrijk geen ene slager die hem zo mals en zo vast kan slaan. Als ik hem gezeten, nou ja. Dat klopt. If you comes in de winkel, you put een gulden in die wagon. And then you race through the store for all you things so that the whole bubs had to eat service. Now, and then you comes on the kassa. And there it happens. When you said all you things on de kassa, on de bij de rubber. All my eight walks away. I schrik me de blubber. En I kwek, keep on, there goes all my shit. Ja, yeah, there goes all my shit. Ja. Kees, je hebt jezelf een beeld gezien, dat is lang geleden, wielrenner. Zeg, trouwens, ja. Het was ook in de beelden wel een beetje te zien dat het, ja, dat het van lang geleden was. Hoe vond je dat, als je zo jezelf terugziet? Nou, ik praat er al net zo snel als ik toe, hè. Ik had veel te veel tekst nodig, ik had 6 bladzijden tekst nodig, terwijl hun met twee bladen konden doen. Ja. Hoe ging dat? Als je te veel tekst had, ben je weggefloten of zo? Ik had gewoon zoveel tekst nodig. Ik praat gewoon iets vlugger. Als Kees, denk kan ik de woorden nog wel vlug achter elkaar. Ja. Als je nou een vergelijking maakt, Kees. Dus, we gaan dadelijk overigens nog uitgebreid op de ontwikkeling van de trio's in. Maar als je nou een vergelijking maakt voor jezelf tussen meedoen met Ton praten en met trio's. Wat doe je het liefste? Nou, voor het eigenlijk de trio's. Ja, dus minder tekst nodig, minder voorbereiding. Alhoewel, we hebben ook wel een hoop voorbereiding. Maar iemand die de zaken voor ons mee voorbereidt. Dus ja, eigenlijk. Dus, nou, jullie zijn toch al heel lang van tevoren bezig met ideeën of stukjes en voorbereidingen. Goed, we komen er dadelijk even uitgebreid op terug. Okay. Toon en Huub, allebei al 17 jaar actief. Nou. Allebei. Daar heb ik tenminste op mij. Oh nee, Toon 15 jaar pas. Ja, Ik ben mijn aspirant lid. Aspirant lid. Ja. Ja. Jullie hebben allebei heel veel ervaring als Toon praten. Ja, ervaring kan je niet zeggen. Nee? Nee. Wat betekent ervaring voor jou dan? Het is gewoon elke keer weer even spannend. Ja. Het is, elke keer weer een nieuw avontuur. Ja. Jullie doen dit jaar, 1991, in het jubileumjaar allebei mee. Hoe gaat het mee met de opbouw van de teksten? Zijn jullie daar al mee bezig? Staat het al op papier wat het wordt? Of Huub is het duidelijk mee? Nee. Bij Toon? Dat gaat bij ons duidelijk helemaal verschillend. Ja. Huub is het tegenovergestelde van mij. Ja. Dus dat kunnen we helemaal niet vergelijken, denk ik. Ja, ja. Ja, ik ben nou toevallig niet bezig, maar anders zou ik rond deze, of tenminste in, dan zou ik zo rond halfweg december dan zou ik beginnen. Mm-hmm. En dan tot de Toonparade toe. Hmm. Maar Huub wil nog wel de laatste week. Nee, ik wil ook half december beginnen, maar dan komt er niks. Oh, dan komt niks. Dan zit ik voor de computer, maar dan. Het kost gewoon niks. Ja. En dan is het op. Ja. Het kost te veel wc-papier, Toon, als je te vroeg begint, eigenlijk. Nou, nee, dan niet. Ja, ik bereid hem helemaal anders voor. Maar ik leer ook met de tekst kats van buiten tot de punt en de komma toe. Hmm. En daar heb ik geen tijd voor. En dat moet hij niet doen. Ja. Nee. Toon, als ik een onderscheid tussen jullie wil maken, dan overdrijf ik het wat. Dan zeg ik dat jij je met name helemaal inleeft in het type dat je wil uitbeelden. Je bent ook volkomen iemand anders, vind ik. Dat probeer ik, ja. Als je in de Toonstraat, dat is ook met als je toneelmeester bent overigens zo, en bij Huub is het ook wel dat je een rol speelt, maar je hebt met name heel veel nadruk op je tekst liggen. Hè? Ja. Begin je dan ook, Toon, met ik moet eerst een typetje hebben, dat word ik, en daar ga ik mijn tekst omheen brouwen? Ja, dat is een beetje en-en. Ik pak maar een voorbeeld, net als Opa's Oppas, die we dus de laatste keer van mij gezien hebben. Ja, het is een combinatie van die twee.
En dan nog een, proberen een goede invalshoek te kiezen. En als je dan op een gegeven moment een hoeveelheid tekst hebt, dan, ja, dan komt, wordt het typetje vanzelf geboren. Het komt geleidelijk aan van onderen af, komt naar boven drijven. Hmm. Als het een levendig onderwerp is, dan kun je er altijd wel een typetje creëren. Hmm. Een leuke invalshoek. Hmm. Als jullie hebben allebei veel ervaring. Jullie hebben allebei wel eens, zijn jullie winnaar geweest. Als je nou mensen die zitten kijken en die zeggen, god, dat zou ik ook wel eens willen. Hoe doe je zoiets? Wat zijn de beste tips die je kunt geven om mensen die dat ook wel eens willen proberen mee te geven? Of is dat moeilijk? Ik denk dat je dat niet kunt zeggen. Iedereen doet het anders. Mm-hmm. Er zijn mensen bij die heel het jaar door schrijven, alles opschrijven en daarmee iets doen. Mm-hmm. En er zijn mensen die... die in één keer een idee krijgen en dan moet het worden. En mensen die met andere mensen een tekst schrijven. Je wordt altijd geholpen als je mee wil doen, in ieder geval wel. Mm, ja. Als je aangeeft van ik wil meedoen, dan is er altijd wel ergens iemand... Die tekst meeschrijft en die iets mee wil doen. Hebben jullie overigens eigen tekstschrijvers of schrijven jullie je tekst zelf? Hoe zit dat? Ja, bij mij werkt zo, ik moet eerst zelf het een en ander hebben. Mm-hmm. En dan komt er bij mij Ad van Hattem bij. Vroeger de boy. En ja, daarna is de Ad van Hattem geworden. En dat is toch omdat je dan met tweeën moet doen. Met Toon heb ik ook een aantal keren gedaan. Maar het is geen concurrentie. Nee. We helpen elkaar. Dikwijls heb je een klankbord nodig. Je zegt iets en iemand anders geeft een overtreffende trap. Mm-hmm. En dan begin je te bouwen en te klimmen. Mm-hmm. En dan wordt het op een gegeven moment stabiel, daar kun je iets mee. En dan... Heb jij overigens zelf zo iemand als Huub zegt van ik Ad van Hattem, je hebt me mee en hij heeft schrijven dit vroeger? Ik schrijf, de laatste 8 jaar met een goede vriend van mij, Rien van Gorkum. En die woont eerst in Moergestel, nu in Oorschot. En die doet het heel graag. Wij voelen elkaar feilloos aan. Mm-hmm. Moeten we het wel eens ooit laten worden om inspiratie op te doen. Dat is wel een kenmerk van tekstschrijven. Ja. Maar zit, als je daarmee bezig bent met die tekst, hè, moet ik me dan voorstellen dat je... bedoel, jullie zitten nog eens op vergaderingen en zo, of je komt in de kroeg, of er is iets te doen, je komt nog eens ergens. Dat je dan leuke dingen hoort van mensen en denkt van, nou, die moet ik onthouden. Dat je daar echt op gespitst bent om ook van andere mensen dingen te horen die je kunt meenemen? Vooral op dat moment. Ja. En dikwijls zijn het dingen die de mensen zelf niet opvallen. Ja. Dan zeggen ze iets, een verspreking, heel simpele dingen. Ja. Waar je normaal gesproken in een gezelschap dat mee doet. Ja. Ja. Maar dat pak je dan op en dan neem je mee. Hmm. En dat plaats je dan in een situatie. Nou, en dan wordt die 10 keer zo heftig. Ja. Die hele kleine simpele dingetje. Ja, ja, ja. Maar het is de kunst om ze allemaal te onthouden natuurlijk. Ja. Normaal gesproken onthoud ik niks. We kunnen elkaar een hand geven. Ja. Ik hoorde vorige keer in de uitzending, hadden we hier Dre Matthijs aan deze tafel zitten. Dat is een bekende tekstschrijver in Helvert. Die doet het al ontzettend lang. Die heeft al veel mensen geholpen. Die zei van, nou, als ik het ligt er maar aan welke tekst dat ik schrijf, welke grappen dat ik erin doe, afhankelijk van de persoon die ze gaat gebruiken. De ene persoon kan iets wel leuk en goed brengen, en de andere kan niet. Dat kunnen jullie wel beamen. Ja. Leuke dingen die jullie horen, daarvan zeg je soms van, dat moet ik niet doen, want dat kan ik niet brengen. Nee, ik vind het typische voorbeeld Kees. Ja, toen Kees vroeger ten toon praatte, die kon alles zeggen. Kees mocht alles zeggen. Dat is echt dingen die ik absoluut niet zou kunnen zeggen. Omdat ik ze veel te dikker opleg en Kees die rammelt gewoon door en dan valt hij niet op. Dan is het al weg voordat het gehoord is. Ja. Kees kan even in een bijzin heel snel over het randje en onmiddellijk weer. Iets oplichter. Ja. De gouden deksel erop. De gouden deksel erop? De gouden deksel erop. De gouden deksel erop. Nee, dat niet. Jullie staan het om. Toon, je hebt zelf... Overigens, Huub, je hebt 1 jaar ervaring als presentator, hè? Ja. Wanneer is dat geweest? Dat is na Dre Teurlings geweest. Dre heeft het heel lang gedaan. Ja, 8 jaar. 8 jaar, dat is een jaar, dat kan wel. Uh-huh. En de kracht van Toon praten is denk ik ook dat je verandert. Gewoon dat de avond niet voorspelbaar is. Zo gauw de avond voorspelbaar wordt, denk ik dat het heel gevaarlijk is. Want je moet elke avond moet het weer meer worden. Nou... Dre had het 8 jaar gedaan. Ik denk ook dat het tijd was voor iets nieuws. En dat je... Tonpraters moet je blijven houden. Trio denk ik dat het ook onmisbaar is. Ja, maar het podium moet er anders uitzien.
De zaal moet er anders uitzien. Weet ik veel. Ja. Dat moet verrassend zijn. Ja. Enerzijds komen natuurlijk mensen uit Helvoort naar het Tonpa te kijken, omdat ze kunnen verwachten dat daar dingen die er afgelopen jaar gebeurd zijn op een leuke manier belicht worden. Daar komen ze eigenlijk voor. Maar je zegt toch van, je moet er elk jaar toch nieuwe elementen inbrengen. Je moet elk jaar daarin veranderen. Ja. Want dat geeft een beetje de jus van, ja, van de Tonpraat ook aan, van zo'n leuke avond. Want het zijn absolute topavonden in Helvoort. Ja, en opletten dat je niemand krenkt eigenlijk. Het is zo makkelijk om heel veel namen te noemen en dan mensen eronder uit te halen. Maar dat is natuurlijk nooit de bedoeling. Maar voor jou was het geen probleem voor, want jij kon alles zeggen. Ik weet niet of ik het ooit geraakt zal. Misschien ook nog ooit geraakt hebben. Maar, zeker niet bewust in elk geval. Ja. Toon, jij bent 2 jaar, en ik heb dat 1 jaar van zeer nabij mogen meemaken. Ja, 2 jaar toneelmeester geweest. Ik heb daar verschrikkelijk van genoten, alle 2 keren overigens. Toen had hij iets aan zijn been. Had iets aan zijn been, ja. Dat was, een broek. Dat was toch een volkomen ander iets dan Toon praten of wat de trio's doen. Denk jij dat soort leukigheden storend kan zijn, de aandacht kan afleiden van het Tonpraten of dingen of mensen die het eigenlijk moeten doen? Of? Van het Tonpraten niet, maar van de presentator wel, dat weet ik zeker. Ja, dat is absoluut waar. Daar heb ik ook geen moeite mee, moet ik zeggen. Nou, het is eigenlijk het Tonpraten zonder tekst. En ik probeer altijd mijn teksten onder andere steeds verder te versimpelen, dat ik bijna geen tekst meer had. Nou, dat was dan het typische voorbeeld tegen dan kunt praten zonder tekst. Ja, dus we kunnen jou verwachten een keer in de Ton zonder tekst. Dat is wel het prima hoogtepunt. Dat heeft ooit wel eens iemand gedaan. En die heeft het klaargespeeld op, ik ben zelfs in Hagen was, heb ik gehoord. Jos Denissen, 7 minuten zonder iets te zeggen. Ja, zonder iets te zeggen, niet, maar met heel weinig woorden. Ja. Ja, dat is eigenlijk hij las knap, gewoon losse woorden voor. En dat was heel mooi. Ja. Wat vinden jullie tweeën, Toon en Huub, van de trio's? Ik heb al iets gehoord van, ja, dat is toch wel leuk, hoort erbij. Ja. Je hebt altijd toch een concurrentie kunnen krijgen van wie is nou het allerleukste, die Tom. Ik wil wel even weggaan. Nee, laat het hem maar even zeggen. Kom dadelijk uit bij jou terecht, Kees. Dan kun je nog verdedigen. Wat vinden jullie van de combinatie? De combinatie is prima, denk ik. Mm-hmm. Ja, of je moet zeggen, het is geen Tonpraatavond meer. Mm-hmm. Kijk, de Tonpraatavond heeft Tonpraters. Maar die kunnen het alleen ook niet. Mm-hmm. Dat is vaak, op andere avonden zie je dat toch, andere dorpen, dat alleen maar Toon praten is. Mm-hmm. Ja, dan is het te mager. Mm-hmm. Ja. Toon, zouden wij de trio's nog kunnen missen bij de Toon praatavonden? Nee, in Helvoort niet, denk ik. Mm-hmm. Als je in Helvoort ziet hoe dat het opgebouwd is. Kijk, mensen kunnen best in een bepaalde tijd aandachtig zitten te luisteren. Mm-hmm. Een kwartier, 20 minuten. Maar dan, zelfs met onze teksten merken wij al dikwijls, als we niet scherp genoeg zijn, dan zijn ze zwak, dan hebben ze weg. Dan vallen ze terug in de stoel en dan is het voorbij. Ja. En bij die trio's kunnen ze op een luchtige manier en lachen en kletsen en het maakt niet uit. Dat is toch een stuk rustpuntje en het programma blijft doorlopen. Ja. Ze gaan niet in de verkeerde zin des woords ouwehoeren, dus dat je ze niet meer te pakken kunt krijgen. Nee, je hebt ze weer vrij snel terug. Ja. Jij, Kees, doet al 14 jaar mee met de trio's. Ja, dat heb ik net gezien. Ja, het staat op papier. Ja. Ja. Nee. 14 jaar is een hele lange tijd. Vind je, als je naar die afgelopen 14 jaar terugkijkt, hè, zit daar nou ontwikkeling in? Of zeg je van nou eigenlijk, want dat zei Frans van Litte de vorige keer bij de uitzending, van vindt dat het nog steeds acteren is. Vind jij daar ontwikkeling in zitten? Het is zeker acteren nog steeds natuurlijk, maar de groep wordt groter. Je hebt meer mogelijkheden natuurlijk ook. Ze leren bij. Je kunt veel meer doen. Ja, en we leren zeker bij. Maar voor ons is het een heel stuk entertainment eigenlijk. Ja. Ten opzichte van Toon praten. Ja. Dat is ook wel entertainment, toch anders. Ja. Die opbouw van die stukjes, ik heb dat wel eens gehoord. Dat er zo een idee is. Iemand bij jullie in de groep, Frans van Litte, die komt met die ideeën, heb ik begrepen. Ja, meerendeels komen van Frans. Ja. Ja. En dat het meerdeel van de groep reageert van, ja, dat kan toch niks worden. En dat moeten we niet doen. En dat gaandeweg in de opbouw dan toch zeggen van, goh. Dat is toch heel leuk worden, zeker. Maar er zijn ook wel ooit stukken waar we aan beginnen. En dat we dan na 2 of 3, 4 oefenavonden achterkomen. Dat het toch eigenlijk beter is dat we ze weglaten dan we ze doen. Ja. Kun je nog een stuk herinneren waarvan jij toen Frans of iemand anders daarmee aankwam zetten, jij dacht van nou, dat doen we niet, dat is helemaal niks. Ja, dat is een paar jaar geleden nog een keer. Wat was dat? Moest ik dirigent zijn, vorig jaar of 2 jaar geleden. Ja.
Ik moest dirigent zijn in een hele zaal en ik die rol van dirigent kon ik niet te pakken krijgen. Alhoewel het nou de bedoeling is dat ik hem dit jaar trouwens toch wel ga doen. Ja, ja. Dus over een paar weken kunnen ze allemaal dus komen kijken. Dus één tipje van de spijker is lopgelegd, ja. Jij als dirigent. Eén tipje, ja. Ja. Ik hoop dat het lukt. Ja. 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 Maar misschien valt hij wel weer weg, wie weet. Maar jullie hebben zoveel ideeën dat je elk jaar moet zeggen van nou, ja, we kunnen een ruime keuze maken tussen wat we wel doen en wat we niet doen. Ja, ja, ja. Ja. Frans heeft nou altijd wel 10, 12, 13, 14 ideeën op een briefje staan. Daar pikken we de met ze. Ja, ik ga altijd met Frans. Een week, half oktober, begin oktober, half oktober. Even rond de tafel. En dan uit die 14, 15 stukken die we hebben. Yeah. Het wordt steeds meer. Halen we 6, 7, 8 goede stukken uit eigenlijk. En die gooien we dan in de groep. Kijken wat die ervan vinden. En daar maken wij dus eigenlijk het programma mee. Ja. Krijgen jullie van tevoren rollen toegewezen? Ik bedoel, er zijn 1 of 2 of 3 mensen die iets moeten gaan spelen. En dan zegt Frans of wie dan ook, zeg maar, jij moet die rol doen en jij die. Nee, dat we proberen natuurlijk, weet Frans ongeveer wie welke rol het best spelen kan. Maar daar houden we niet in dat iemand anders een keer een andere rol over kan nemen. Makkelijk. We hebben er nu even voldoende over gepraat. We gaan even een stukje van jullie kijken. We hebben namelijk een fragment van jullie Warempel geen drempel uit 1997. En daar gaan we nu even naar kijken. Oké. En dan gaan wij snel beginnen, dames en heren. En dan stel ik even snel aan u voor de Pari Mari Maas. Dat is Marieke, Mireille en Janine. Dan heb ik u weten los te breken van de hartbrekers. Dat is een oude buurman van mij uit Aruba, Kees. Kees, jongen, hoeveel harten heb je al gebroken? Ik geloof al 2, hoor. Oh, 2, hoor. Kijk uit, dames en heren. En hiernaast staat de neef van de oude buurman. Dit is Henk, hij is lid van de Steelbende. Oké, dames en heren, en daar gaan we. Het lied heet als volgt: Warempel, weer een drempel. Die drempels liggen warempel overal. Dat is er niet, weg versmallingen in de straten, het racen dat zal je wel laten. Waar een pol, in een drempel, in drempels die waar een pol overal. Waar een pol, in een drempel, weet je het dat ik daar over kan. Nou, weet je, overal drempels. We kwamen net uit de kiek gevallen over de drempel. Want ik moest van Gerien zeggen dat zij altijd over de drempel is valt. Daar komt ze heeft een te brede boot. Gerien, en Gerien, de brede drempel. Dan doe maar waar drempel, weer een drempel. De drempels liggen waar drempel overal. En je weet niet wat je ziet. Het doet ons dan ook veel verdriet. Grote bulten overal. Hoe moet dat dan met carnaval? Waar een pol in een drempel. Die drempel zit waar een pol overal. Waar een pol in een drempel. Vind je gek dat je daar ook wel komt. En je weet niet wat je ziet. Wat je ziet. Daarom zingen wij.
de paaltjes overal. Overal. De grote bulten overal. Overal. En wepperspannen overal. Overal. De grote gaten. Ja, Kees, echt ja. Live, hè? Mooi. Ja, dat viel je, je niet tegen hoe het klonk. Want je kunt het zelf natuurlijk niet horen als je er staat. De olievat viel alles mee eigenlijk. Ja, ik dacht dat het toneel net een stuk minder was, maar ja. Het is hier. Ja, als je het hier nou hoort, het valt allemaal mee. Ja. Ik zal zelf ook eens moeten luisteren. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ze zouden altijd bandopnames in de zaal moeten zitten. Ja, ja. 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 Toon, even naar jou toe. Jij zit in ook. Want je hebt nogal wat functies bij Ton Praten. Rondom Ton Praten in het comité Ton Praten. Je weet dus ook veel van zeg maar, de historie van het Ton Praten. Heel vroeger, 21 jaar geleden, zijn ze begonnen in Helvoort met één avond Ton Praten. Ja. En dat is uitgebreid naar twee avonden. En wanneer was dat? Dat durf ik geen vraag, nou dat ik zoveel weet, maar dat durf ik niet precies te zeggen. Ik dacht in 82. 82, dat is vrij snel. Na 5 jaar al. Ik weet het ook niet meer. In 83 weet ik zeker dat het 3 avonden was, maar ik meen 2 avonden. Dus je weet eigenlijk ook niet goed wat de reden daarvan is. Nou, aantal publiek. Belangstelling. Te vol. Ja. Hingen met de benen buiten. Ja. Hoe is dat eigenlijk in die eerste jaren? Zo is het, 77 is er begonnen. Hè? Een idee van Harry Verschendel. Die is samen met iemand naar Varkenswaard gegaan. Daar was Ton Praten. En was je ook bij Kees. Ja, ja, ja. Ja. En dat was hartstikke leuk. Dan moest een helft ook maar eens gebeuren. Heel leuk. Ja. Waren die eerste, was die, dat eerste jaar uitverkocht of niet? Hoe ging dat? Weet ik. Nee, het was niet uitverkocht. Nee, nee. Nee, lang niet zelfs. De bak is open. Ja. Dokter Bak is open. Ja. Pijnappels. Ja. Die stond er nog meer in. Ja, hij had een vreemde teksten. Toen, en een vreemd figuur. En een vreemd figuur. Hij zat in een ton lopen. Wordt hij in klem kwam nee, in de klok. Of een klok, ja. Ad kwam de klok al kapot! Zegt hij. Had hij een klok op. Hij leeft nog. Ik denk dat hij iets te zwaar was. En iets, omdat je het iets te warm had onder die lamp. Had iets anders ingeschat. Ja. Dat verhaal is inderdaad de vorige keer ook. Maar hij echt moeten stoppen toen. Ja. Van het podium af moeten halen. Maar langzamerhand is die belangrijk. Voor de Ton Praten toch wel gekomen. Want ik neem aan dat mond-op-mond reclame is, dat mensen tegen elkaar zeggen, dan moet je naartoe gaan, want dat is hartstikke leuk. 82 na 2 avonden, dat was dan zaterdag plus vrijdag. Ja. En ik meen dat die eerste jaren ook het Ton Praten op 11-11 was. Hè? Ja, de eerste 2 jaar, dacht ik. Mm-hmm. Dus kijk, in 11-11-79 was het nog op 11-11. En toen is het naar 81. Januari 81 gegaan. Ja. Toen had je ook echt Prinsenbal op 11-11. Ja. Ja. Dat was een combinatie van Ton Praten en... Was het in en 80 niet geweest dan? Dan is het in 1980 niet geweest. Dan is het 11-11-79. Dat was 2 maanden later. Ja. Ja. Dus dat was dan... dan sla je. Ja. En de overgang naar 3 avonden. Wanneer was dat? Dat is eigenlijk geweest toen wij dus een uitstapje hebben gemaakt naar de Beuken. Dat is 2 jaar geweest. Klopt, ja. En toen kwamen we eigenlijk tot ons verrassing erachter dat het publiek aantal in 1 keer omhoog schoot. En wij denken niet zozeer dat het lag in het feit dat we bij de Beuken waren, maar gewoon dat er meer ruimte was. Mm-hmm. En toen we dus teruggingen naar Gastenbosch, toen waren we aan het tellen geweest en toen, kregen wij nooit meer in Gastenbosch in. Hmm. Waar in de Beuken waren er toen al 3 avonden of 2? Nee, 2 avonden, maar de Beuken was een heel stuk groter als Gastenbosch. Mm-hmm. Dus toen gingen we terug naar het Gastenbosch en kregen we het in 2 avonden nooit in. En toen hebben we gezegd van nou, dan proberen we het gewoon 3 avonden. Dus voor de mensen die meedoen is het wel toch wel een beetje belastend, hè? Ja. Mm-hmm. Maar het is ook wel leuk.
Je hebt bijvoorbeeld als tonprater kun je natuurlijk nog net even iets meer kleine dingetjes eraan bijschaven. Geen teksten worden niet bijgeschaven, maar wel veel meer de uitvoering daarin. Ja. Want jullie kijken als tonpraters elke keer na afloop, bijvoorbeeld vrijdag heb je een videoband ter beschikking waar je op kunt kijken hoe je het gedaan hebt. Hè? Ja. Kunnen bijschaven. Dan wil ik wel even een vergissing wegnemen. Dus sommige mensen denken nog steeds dat de zaterdagavond de beste avond is. Ja. Maar is, als je ons allemaal hoort, echt niet waar. Wij houden vol dat het de zaterdagavond niet per definitie de beste avond is. Maar het is wel een climax natuurlijk waar je naartoe groeit op zaterdag. Ja, je zit natuurlijk met de uitslag op zaterdag en daar willen mensen bij zijn. Ja. Ja. Maar ik hoor wel eens zo globaal zeggen van nou, donderdagavond, daar beginnen we dan mee. Ja. Is de mensen die gaan daar zitten en die zeggen van nou, laat maar zien wat jullie kunnen. En lauw reageren is het niet, maar ze zijn toch vrij kritisch in hun reacties en er wordt niet volop gelachen. Nee, maar er zit toch... Het wordt beter, hè? Er zit een luister in het publiek. Blijft er steeds groeien zitten, want dit jaar was er toch weer 100 man meer. Ja. En er zit toch een bijna 300 man in de zaal. Ja. Dus en niet... opvallend veel jeugd ook op de donderdagavond. Ja. En vrijdagavond is het begin van het weekend voor heel veel mensen. Ja. Dat is ook een gezellige, spontane avond, wil ik wel eens zeggen. En zaterdag zijn echt de verwende tonpraat... Fanaten. Ja. Die heel kritisch zijn en die... Er zijn ook nooit kaarten voor zaterdag. Nee. Dat is onmiddellijk weg. Ja. Hoe dat daar gaat, dat weet ik niet. Er zijn altijd ook nog mensen die bellen van... Kaarten. Ja. Vrijdag en zaterdag zijn heel snel uitverkocht altijd. Ja. Voor vrijdag die vliegen eruit. Ja, precies. Maar dat verwachten we voor de donderdagavond. Dat begint steeds meer aan te trekken, ja. Wat we denken is dat er meer vraag of meer mensen zijn die zouden willen komen kijken als dat we eigenlijk plaatsen hebben. Dus ik denk, stel bijvoorbeeld dat we in een gastenbos uit gaan breiden en 150 plaatsen erbij, dan denk ik dat voor ons geen enkel probleem is om die zalen vol te krijgen. Ja, maar een hoop mensen denken dat de donderdagavond eigenlijk nog zo'n beetje de generale repetitie is. Nee, maar dat is dus niet. Die hebben we dus officieel een goede op woensdag. En donderdag is echt gewoon een goede avond. Ja. En dan staat iedereen echt voor 100% op de planken. Ja. Dat is geen generale repetitie meer. Dus die avond kunnen ze net zo goed komen als op vrijdag of zaterdag, als ze toevallig dan niet kunnen. Ja, goed.